gaan we, gaan we door met onze preview van de komende Ghostbusters film, Ghostbusters Frozen Empire. With the power to kill by fear itself. Like literally scared to death? That's messed up. Wat zeg je? Was in de soundtrack van niet? Dat is het. Ik voelde het niet helemaal. Ik dacht. Zo kan het al die leven. Ghostbusters Frozen Empire is geregisseerd door Gil Kanen. Die ook Monster House heeft geregisseerd. En de Scream serie. En geschreven door Gil Kanen. Jason Reitman en Ivan Reitman. En hij is weer met Paul Rudd, McKenna Grace, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Dan Aykroyd, Bill Murray en Ernie Hudson. Shout out. En hij komt 4 april in de bioscoop. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb alleen maar die eerste teaser gekeken. Ik dacht dat je sarcastisch was. Sarcastisch? Alle weg niet. Niels zegt niet sarcastisch. Ik vond Ghostbusters Afterlife echt wel een leuke film. There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s? It's like The Walking Dead. En ik heb ontzettend veel zin. Gewoon het feit, we zijn weer terug in New York. En dan zit het toch... Ik heb alleen maar die teaser gezien. En verder hoef ik ook geen andere trailer te kijken. Want ik ga toch al naar de film. Maar die teaser vond ik echt al wel tof genoeg. En denken van, het voelde gewoon weer van... Oké, het voelt wel echt wel Ghostbusters. En terug in New York. En ja, die eerste hadden ze echt wel goed de nostalgie-trip gedaan. Goed herpakt. Ja, goed herpakt. Net genoeg dingen dat het niet te cheesy werd. Ik vond het wel leuk. Sommige mensen vonden het niet leuk, zeg maar, dat laatste gedeelte. Dat je dan dat die oude garde dan terugkwam. Oh nee, vond ik wel goed gedaan. Ook en dat soort dingen. Ja. Ik vond het wel leuk gedaan. Die kinders waren ook gewoon leuk. Die deden het goed. Dat was echt een beetje zo dat... oude, nou ja, van Steven Spielberg-achtig, dat je Goonies echt merkt, Goonies vind ik dan zelf niet zo heel goed, maar... Hij is ook geen Spielberg, dus dat klopt ook. Nee. Super 8 vond ik daarin wel bijvoorbeeld goed, dat ze dat goed deden. Ready Player One. Oh! Jongens. Nou, doe maar een stukje dan van de Ghostbusters auto uit Ready Player One. Er zit die ook niet, toch? Nee, volgens mij niet, of wel? Zit die er niet in? Weet ik niet. Jawel, elke fucking referentie ever zit daarin. Is het wel de DeLorean in? Ik denk dat we moeten herkijken met z'n allen. Ja. Ja. Goed idee. We hebben nog even een quick wat dat er gaat. Ja. Nou, als ik daar op Google, dan krijg ik gelijk alleen maar de DeLorean. Zit die, ik dacht dat je dat die toeter hoort ook als je ergens een bocht maakt. Kijk, ergens aan de ene kant heb je natuurlijk wel heel erg, of merk ik... Dat er echt zo'n meeting bij iedereen is geweest van... Oké, jongens, welke IP hebben we nog die uitgemolken moet worden, zeg Player maar. En Ghostbusters ook, ja. Zeg maar, er zijn heel veel van die franchises die weer een soort van nieuw leven in zijn gedrukt. Zo van, ja, maar we kunnen hier nog geld uittrekken. Niks, we maken geen nieuwe IP's. We doen gewoon lekker die oude IP's, want dan kunnen we... Iedereen zit lekker op dat die... Dat is herkenbaar. Ja, maar weet je, even heel eerlijk. Originele films, ja, je ziet aan de box-office. Die zijn gewoon een stuk lager dan... Toch best lekker. Ja, Dune. Maar Dune is deel 2 ook alweer, hè, natuurlijk. Deel 1 heeft het niet grandioos gedaan van Dune. Ik denk dat deel 2 echt wel een stuk beter gaat doen. Ja, maar die had ook last van de corona. Hè? Ook is waar, maar dan nog. Ja, maar het is gewoon een feit. Originele dingen, ja, dat wordt gewoon... Ja, ik denk dat we nu weer gaan teruggaan naar originele dingen. Ik hoop het. Want Oppenheimer, Barbie zijn een goed teken geweest. Ja, maar dat is ook natuurlijk die hype, hè. Vergeet natuurlijk niet... Ja, maar Oppenheimer had het niet zo goed gedaan zonder Barbie. En Barbie had niet zo goed gedaan zonder Oppenheimer. Ja, precies. Maar dat is wel een soort van indicatie aan de studio's van... Oh, oké. Ja, internet kan hier wat mee en die willen er wat mee, denk ik. Dus dan hopelijk komt er dan ook wat meer originaliteit. Ik denk gewoon, en ook weer met deze, ik denk ook gewoon met, we gaan weer terug naar New York. Zo, als hier gewoon met respect mee wordt omgegaan. En Ghostbusters, we doen allemaal wel dat het echt zeg maar de is van de film. Maar dat is het eigenlijk ook niet per se. Het heeft wel een goede fanbase en zo. Maar ja, ik denk als er gewoon met respect wordt omgegaan met wat Ghostbusters is... Dan moet het wel goed komen. Nee, de eerste Ghostbusters was natuurlijk best wel... Dat is wel echt een iconische film. Hm?
Dat is al een iconische film. Ja, ja. Maar het was niet zo grappig, zeg maar. Er zaten echt wel leuke stukken in. En Bill Murray deed het echt wel goed. Maar dat was ook gewoon best wel... Nou ja, voor, zeker toen ik het keek, toen ik iets kleiner was. Best wel eng, zeg maar. Ja, absoluut. Dat, ja. Gewoon met die ding uit de koelkast. Zoel en zo. Die honden. En die honden inderdaad. Dat was best wel creepy. Ja, maar we zaten ook allemaal niet zo te piepen vroeger ook. Nee, ja, dat was net zo'n periode. Net zoals The Frighteners met Michael J. Fox volgens mij. Die was ook echt... Oh, dat is ook een soort van horror comedy. Maar het is vooral horror comedy. Weet je wel? Dat wow. Sommige mensen die denken dan terug aan Ghostbusters. En die denken dan, oh ja, dat was best wel een leuke film. Maar, en dan gaan ze Ghostbusters, die vrouwen Ghostbusters maken. Oh, ja. En dan is het alleen maar een soort van slapstick. En dan is het van, ja, maar dat is niet Ghostbusters. En dus ik hoop dat ze wel hierin de balans vinden tussen... Oh ja, maar ja, Ghostbusters die gaat eigenlijk ook wel een beetje om je, om je lekker even... Hmm. Niet dat ik daar zelf persoonlijk heel erg van hou, zeg maar. Maar als het goed gedaan wordt, dan... Ja, dan is het wel leuk. Dat er ook echt een beetje een creepy vibe aan zit. Nou, echt een beetje een goede bad guy. Kijk, bij die teaser zie je dat iemand komt met allemaal ijs. Ja. En al die pinnen komen uit de grond en zo. Ja, nou, ik denk van, nou, ze zullen het waarschijnlijk niet laten zien. Maar er zullen best wel mensen doorboord worden door die ijsbegels en zo. Dus ik ben benieuwd in hoeverre het serieus inderdaad weer terugkomt. Ja, het zal wel meevallen, toch? Tuurlijk, dat zal ook wel meevallen. Maar ik denk van, als je even serieus nadenkt. In New York en er komen allemaal ijspegels uit de grond. Ja, nee, ik denk dat heel veel mensen doodgaan op dat moment. Ja. Dus ik ben benieuwd van in hoeverre dat serieus toch weer teruggevallen. Er is echt een dreiging waar we toch even voor moeten uitkijken. En het leuke natuurlijk van Ghostbusters is van, ja, bedenk de vorm van de grote bedreiging en het komt. En oh, je denkt aan de Stay Puft Marshmallow Man. Ja, dat maakt het dan komisch. Ja, nee. Maar voor hetzelfde geld zat hij te denken aan de duivel. En kwam er een mega duivel naar buiten, zeg maar. En dus in die zin, ja. Hij zegt nu bij die marshmallow, het is wel dat ik wel bij die trailer had. Dat ik denk, het is wel allemaal vink. Ja, dat je toch ook een slime erin. Oh ja, vink. Afterlife heeft dat ook. Kleine State Puff Marshmallow Man. Ja, precies. Ja, maar en die honden. En die honden. Ja, maar meer van dan kunnen we het afvinken. Oh, er moet ook nog slimer. Oh ja, hup, vink. Dus, ja, het is wel minder vink misschien dan... Nou ja, nu is het vink. Huis vink en de secretaresse is weer terug. Hoe heet ze? Ben de naam even kwijt. Weer vink. Het is wel allemaal een beetje... Dat is mijn enige... Ja, maar wel minder dan bij James Bond. James Bond? Ja, James Bond heeft helemaal zo, is alleen maar opgebouwd uit vinkjes. Voor mijn gevoel. Ja, maar dat is hoe die franchise is gebouwd. Maar dat is zo is Ghostbusters niet gebouwd. Franchise kapot gaan. Want dat is waar jij het net over had. Ja, maar dat is waar jij het net over had. We halen iets van vroeger weer terug. Ja. Maar dan moeten we alle elementen ook terug. Want anders krijg je misschien klachten van fans van vroeger. En bij James Bond is gewoon constant van de jaren 60 tot 2021. Dat is altijd hetzelfde structuur. Basis geweest. Ja, dit voelt ik vind dat wel wat anders dan andere een typische filmpjes. Film die by committee is gemaakt, inderdaad. Van nou, wat vinden. Het is natuurlijk weer een soort van nieuwe doelgroep, hè, van tieners. We gaan de Avengers naar een nieuwe doelgroep brengen. Nou, wat vinden tieners leuk? En wat vindt papa leuk? Want papa heeft Ghostbusters gezien. Nou, en dan krijg je gewoon alle checkboxes. Ja, ik heb hier echt totaal geen interesse in. Was niet te merken. Nee? Nee, ik boeit mij ook niet. Ja, was jij meer van die vrouwenversie? Voor jou? Nee. Ja, dat was een beetje jouw tijd. Dus, ook niet gezien. Oh. Nee, maar ik moet heel eerlijk toegeven dat voor mij, ik vind Ghostbusters, ik heb hem ooit wel gecheckt. Maar jij hebt die nostalgie er niet bij natuurlijk. Nee, ik vind het gewoon niet zo. Ja, maar bijvoorbeeld Back to the Future is ook voor mijn tijd, vind ik super vet. Maar ik heb bij Ghostbusters... Wij hebben geholpen, je vroeger ook die tekenfilmserie, weet je dat nog? Ja, weet je ja, ook zeker. Nog. En dat heeft natuurlijk wel enorm geholpen aan de populariteit. Ik vond aan, eerlijk gezegd. Ik vond Ghostbusters wel echt zo'n... Ja, ik vond dat echt wel nog steeds wel echt een hele toffe film. Nee, maar dat bedoel ik dus. Het is niet zeg maar... Niet Ghostbusters is eigenlijk niet zo... Oh, wat heel veel mensen denken van. Ghostbusters is natuurlijk wel iconisch en dat soort dingen, maar... Ja, zo'n grote fanbase heeft het nou ook weer niet als je het gaat vergelijken met een Star Wars of wat dan ook. Of, ja, of een Back to the Future in dit geval, denk ik. Ik denk dat zelfs Back to the Future misschien wel een grotere... Ja, dat is legendarisch. Ja. En ik denk dat Ghostbusters daar toch wel wat minder mee heeft. En het is altijd maar de vraag inderdaad, voor wie worden deze films gemaakt? Is het inderdaad voor de papa's die terug willen kijken en dat soort dingen? Of voor de nieuwe kinderen die het eigenlijk misschien geen reet interesseren? Ja, ik vind dat zo moeilijk. Hetzelfde wat je kan doen van die Disney remakes. Je kan ervan denken wat je wil van die live action dingen. Maar ja, jullie hebben kinderen. Ik weet niet hoe jullie kinderen over denken. Maar die kiddo's die willen misschien die oudbollige cartoons niet meer kijken. Ja, die willen misschien dan de live action versies kijken of zo. Dus, voor wie is het? Dat is altijd maar een beetje de vraag. Ik ben met mijn dochter Little Mermaid geweest bijvoorbeeld. Die vond dat fantastisch. Ja. Dus is 11. Ja, maar dat is ook haar referentie. Ze heeft natuurlijk die tijd van de kleine zeemeermin, dat is 89 of zo. Nee, maar daarom dat heeft zij natuurlijk nog meegemaakt. Heb je die wel gezien dan?
Die hebben we denk ik ooit al eens een keer gekeken toen ze klein was. Maar zij vond het natuurlijk helemaal geweldig. Ja. Waardoor ik die film ook geweldig vond. Maar als ik haar zie genieten, vind ik het ook mooi. Door de bios ervaring. Ook, ja. Het was en de eerste keer 3D. Dus het was natuurlijk een hele en s'avonds laat naar de film. Dus natuurlijk een heel package deal. Maar dan nog is het voor haar. Dit is haar referentiekader. Dus dat klopt wat Niels zegt. Het is natuurlijk een hele generatie ding. Dus ik vind het wel knap dat ze dan met Ghostbusters dan in ieder geval weer proberen om twee markten tegelijk te dienen. Het is ook weer heel gevaarlijk. Ja, maar misschien ook wel weer een goede uitdaging. Ik weet niet. Ik vond Afterlife ook heel leuk. Daar was het ook gelukt. Dus waarom zou het bij Frozen Empire niet lukken? Denk ik dan. Ja, toch? En het was anders genoeg, vond ik wel. Naast dat er wel zeker checkboxes in waren, was het wel anders genoeg dan dat je niet zoiets had van, dat is een echte eerste Ghostbusters en het remake. Hadden ze ook het voordeel dat die Ghostbusters van 2016 daarvoor was. Ja. Dus mensen hoopten al van, het is in ieder geval niet kut. Die all-female versie. Ja. We hebben echt zo'n periode gehad dat we ineens overal female remakes van krijgen. Ja, net zoals Ocean's 13. Ocean's 8. Ja. Even een shout-out naar Ruud van Duimpje Worstelen. Die heeft een hele coole Ghostbusters aflevering. Doen we niet meer. We hebben een leuke aflevering gemaakt over Ghostbusters. Met de Movie Gloom met vrienden Leon en Bram. Ja, shout-out. Ja, dus als je Leon is echt die-hard Ghostbusters fan en die praat ook over de essentie van Ghostbusters. En als je naar hem luistert, dan denk je inderdaad van, dan ga je misschien ook wel meer dingen waarderen van hoe hij ernaar kijkt. Iedereen kan een Ghostbuster zijn. En dat is dat vond ik wel cool om zo te horen. Nee, maar je hoeft geen je moet die aflevering maar luisteren. Okay. Het is echt wel even. Ja, dat is wel we editen hem hier even erin, natuurlijk. Dan kan je gewoon gelijk doen. We hebben een preview van 2 uur, hartstikke leuk. Ja, zo flop. Ja. Nou, zijn we terug. Ja, we zijn weer terug. Cirkeltje rond. Nee, superleuk. Ik heb wel zin in. Ik heb ook wel zin in. Ik moet wel zeggen dat ik wel afwacht hoe die valt. Dan ga ik. Ik heb nu niet al zoiets van, ik ga per se. Nee, je gaat niet in de opening night, ga je niet even Frozen Empire'en. Maar dan komt er rond die tijd, het is natuurlijk net Godzilla vs. King Kong ook in de bios. Hè? Dus ja, je moet ergens keuzes maken waar je heen gaat. Ik weet wel waar ik heen ga. Zo. Zag er ook niet. Die trailer was ook niet het beste. Nee. Nou, goed, maar ik ga er wel heen. Ja, dat wel. Oh, heerlijk. Ja. Ach ja. Dankzij jou blijven ze dus die films maken. Ja, precies. Wat jij erheen gaat. Terwijl wij die rotzooi blijven kijken. Ja, precies. Jij bent echt een onderdeel van het probleem. Anyways. 4 april. Ja. Dus. Ghostbusters, what do you want? Dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Filmerts. Wij zijn te vinden op alle podcastkanalen en op de YouTube. Daar kan je de hele aflevering ook kijken. Net zoals op Spotify. Want daar kan je tegenwoordig ook gewoon video's, videopodcast bekijken. Like en subscribe. Nee, is nieuw. Ja, oké. Dat mag. We zijn ook op Instagram te vinden. Daar posten we af en toe wat leuke dingen. En Richard wil nog wat vertellen. Nee, meer. Je moet dat toch schreeuwen voor het schreeuwen op YouTube. Dan gaat dat dingetje gloeit dan op. Like en subscribe. Ja. Is dat zo? Ja, gaat zo'n regenboogje overheen. Wow. Kijk even naar het like-knopje. Als je like full screen kijkt. Ja, dan niet. En als je het ook 10 keer achter elkaar zet, gaat hij dan... Ja, dat weet ik niet. Dan gaan we weer te vast. Gaan we daar achter komen. Maar dankjewel voor het kijken en luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!